Ik ben een onafhankelijke filmmaker en ik heb die film over Edgar Cayo gemaakt. Aha. En wie was Edgar Cayo? Edgar Cayo was een Surinaamse Nederlander die hier in Nederland gewoond heeft, in Suriname geboren. En hij is eigenlijk een schrijver, een poëet, een performer en in zijn laatste jaren van zijn leven was hij schilder. Mm-hmm. En kan u vertellen meer over de documentaire wat je hebt gedaan over Edgar? De documentaire gaat over zijn leven en zijn werk, over het kolonialisme, over het negerverdriet. Dat is het thema in die documentaire wat je net gezien hebt. En verder gaat het ook over de broedertwisten, over de taal, want dat is een taalvirtuoos. Hij noemde zichzelf een woordwerkman. En dat vond ik interessant in zijn werk. En ook de thema's die hij beschreven heeft in zijn boeken, dat vond ik interessant om dat te belichten. En wat wilde jou vertellen door deze documentaire? In de documentaire bedoelt u? Nou, wat ik wilde vertellen is dus vanuit zijn eigen roots, een para-roots, daar komt hij vandaan. Dat is een para, is een district in Paramaribo, in Suriname. Niet in Paramaribo, sorry, in Suriname. Dat is een voormalige plantage waar zijn vaders Rutu's roots vandaan komt. En waar hij het, nou, en daar gaat dus het licht van de generator. Dus we zitten in dat krakersgebouw en dat is heel interessant om terug te komen. En dat is dus de Rutu's, dat is de roots waar zijn vader vandaan komt, heb ik dus dat verhaal verteld. En hij heeft dus zijn parabuik, vanuit zijn parabuik heeft hij dus zijn hele oeuvre heeft hij dus aangeweid. En je zei dat je die documentaire was vertoond in Suriname. En de Surinamers begonnen de trots hebben van de Edgar. En dat verandert. Kan je vertellen hoe dat kan? Over de trots bedoelt ja, u? Ja. Omdat vroeger dat was een beetje, je zei dat hij was een beetje controversiepersoon. Ja. Ja, hij was in die periode, zeg maar 30 jaar terug, was er een soort taboe over de onderwerpen die hij beschreef. En vandaag in de dag, zeg maar anno 2011, heeft men eindelijk gezien waarover hij geschreven heeft. Dus ze zijn eigenlijk heel trots. En je hebt in Suriname, was er dus op 18 november, had je Nationaal Suriname Thee. En dat is helemaal gewijd aan Edgar Cayo. En ze zijn eigenlijk heel trots op hem als een paraan. Hij is wel in Paramaribo geboren, maar als een paraan zijn ze eigenlijk heel trots op deze Surinaamse zwarte schrijver. En hoe zij zien gewoon homoseksualiteit, omdat in vele landen is niet zo tolerant als hier in Nederland. Dus nou, mondjesmaat begin in Suriname, zeg maar, laat me heel voorzichtig zijn, de acceptatie van homo zijn. Maar 30 jaar terug was het een taboe. En Edgar Cayo, de zwarte Surinamer, zeg maar, is de eerste zwarte man geweest die homoseksualiteit, incest, beschreven heeft in zijn eigen boeken. En dat werd niet altijd, ja, toch in dank afgenomen. Dat werd hem wel kwalijk genomen. Maar nu zien ze ook wel, zeg maar heel voorzichtig, zien ze ook wel wat hij bedoeld heeft. En ik zeg niet dat het helemaal geaccepteerd is, maar mondjesmaat komt het los om het te accepteren. En dat is toch een vooruitgang in Suriname. En wat vind jij over het festival? Jullie festival? Ja, vind ik fantastisch. Vind ik enig om hier te staan. En Paul, die had de film eerder gezien en die vroeg aan mij, vind je het leuk? Ja, ik vind het heel leuk. Ik heb zelf in de pijp gewoond, waar de harde kern van de krakers er zijn. En dit vind ik enig om met dit publiek hier mijn film te vertonen. En ik vond het zo mooi en zo leuk, dus dat ze zo enthousiast hebben gereageerd op de film. Ja, fantastisch. Heel leuk. Vond ik echt heel leuk om te zien. En over die plek?
Nee, de plek vind ik leuk. Ik woon in Oost, dus ik kende het voormalige dierenasiel. Dus het was nog wel even zoeken. Ik wist wel waar het ongeveer was. Nee, de plek is fantastisch. Het is leuk, toch? Dat je met een grote generator hier je film laat zien. Ja, dat doet me denken aan Suriname, waar de film toen vertoond werd in de Bush Bush. En dat is nog krakkemikkiger. Dus ik hou van contrasten. Dus de contrasten tussen hier in het Krakerspan, op de Valreep en in Suriname in de Bush Bush om de film vertoond. Ja, is leuk. Enig. I like that. I like those kind of contrast in the world. Dus that's what my film shows. Dus why not? Dankjewel.